Goedendag en welkom bij het Weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een hoge drukgebied boven Duitsland en dat zorgt voor de aanvoer van zachte lucht vanuit het zuiden en ook voor brede opklaringen. Vanochtend hebben we al flink wat zon, ook nog een paar wolkenvelden en misschien lokale enkele mistbank. Maar de mist gaat al snel verdwijnen en in de loop van de dag wordt ook de bewolking steeds minder, zodat het uiteindelijk op de meeste plaatsen gewoon ronduit zonnig weer wordt. Het blijft droog en het wordt zo'n 13 graden in het noorden, tot 17 graden in het zuiden. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Vanavond zijn er ook brede opklaringen. Halverwege de avond is het een graad of 9 en de wind gaat geleidelijk aan wat afnemen en draaien naar het zuiden. Ook morgen hebben we te maken met een zuidelijke wind, die is dan zwak tot matig, kracht 2 tot 4. In het noorden wordt het dan 16 graden en in het zuiden 19 of lokaal zelfs 20 graden, en dat bij volop zonneschijn. Maandag, dinsdag en woensdag blijft het ook droog weer. Het zijn flinke zonnige periode, maar omdat de wind gaat draaien naar het noordoosten, wordt de zachte lucht geleidelijk aan weer wat verdreven. Het wordt niet gelijk koud. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 12. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.